En daarna de andere jonge hond, Jesper van der Wielen. Ik denk van Jacob dat jij hem eraan moet bekomen. Een schitterende kampioen van Nederland hier in Kalinskoek. We zien er nog niet aankomen, we zien de motor. En daar komt hij aan, wat Kalinskoek, dames en heren. Een fantastisch talent, 25 jaar oud. Hij kijkt even over, helemaal niet meer nodig. Hij gaat de overgrootste Hendrik scoren. Kampioen van de cross, kampioen op de 10.000 meter. De derde Nederlandse titel in jaar, Kalinskoek. 25 jaar aan het Hagen, want hier 28 steden erbij gelopen zijn. Jesper van der Wielen op een schitterende tweede plaats. De man die derde werd bij de Europese kampioenschappen 123. Daar won die Bols, Jesper van der Wielen, tweede met de NK 5000 meter. En de bronzen medaille voor het NK gaat mee naar Maastricht. De Nederlandse wereldkampioen, de halve marathon, Patrick Stutzeer. Derde, want dit NK 10 kilometer, de man uit Maastricht, Patrick Stutzeer. Het is het podium. Op de vierde plaats. Kom op, je kan doen. Ja, George Kepiri gaat hier de snelste tijd van boven. Ja, dan gaan we tellen. Westen, de 37 van de kruis. Een nieuw parcoursrecord hier voor George Kepiri. De 23-jarige Keniaanse. De dame die op dit moment als eerste stond op de wereldrammen. Dames en heren, volgend jaar wereldkampioen bij de cross. In Portugal, een wereldtopper, 25 jaar oud, Emily Chabert! Achter George Chabiri, Emily Chabert! Een schitterende tijd van 31-18, officieus. Er is nog een aantal mensen in het wereldklassement. Op de derde plaats krijgen we hier dan Jeanette Jamal. Tweede bij de wereldkampioenschappen junioren cross. Op de vierde plaats gaat hij eindigen. Valentijn Kiepert, het zusje van. Op de vijfde plaats zien we dan de Italiaanse kampioenen. En dat is Nadia Eafini, lang voor Bahrein gelopen. Op de zesde plaats loopt hij binnen Segreda Germa uit Ethiopië. Hans heeft alles over de veld. En we zien de boot daar. En daar zien we hem aankomen, dames en heren. Hier komt hij aan, 20 jaar oud. Vorig jaar was hij achtste bij de wereldkampioenschappen junioren. Dit jaar was hij tweede bij de cross in Intent. En kijk eens even wat een lijstsprint dat hij hier nog eruit is. Zillenbom, oh, oh, oh. Dan die benen zijn van 47-22 op de jury. Zillenbom, oh, 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 die kleine man uit Kenia. 20 jaar, jong Bas. Opgevangen aan door Henk van Doormaal. En hier komt hij aan op de tweede plaats uit Eritrea, Samson Gezai. Samson Gezai uit Eritrea. Kijk eens even, hij zwaar de kruis, dat is heel gelukkig. We zijn een schip naar de tweede plaats. En kijk, 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 de Riba, hij ziet plakken, de Riba, hij ziet plakken. Het wordt de Riba, de Riba, de Riba, ja, ja. Volstad de Riba derde, Volstad de Riba derde. En vierde, goed op William Kiplagat, de Jojo, de man die 2-0-6-50 is in Amsterdam. En dan komt hij aan, de nieuwe Mark Canary van Ireland. Ja, ja, wat heeft hij gestreden? Een fantastische leek, Mark Canary. Vervolgens krijgen we dan Scott O'Brien van Great Britain. En dan de Jamal Baliga. Want die alle grote Nederlandse wedstrijden loopt, Jamal Baliga. Ook tegenwoordig in België, jarenlang woont hij in Den Haag. Jamal Baliga, alle grote wedstrijden in Nederland. Zit hij in de top, Jamal Baliga.